Suriname mag blij zijn met de komst van het grootste commerciële vliegtuig op Surinaamse bodem. Woorden van de leiding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM vandaag tijdens de ceremoniële inzegening van de Airbus A300-340 bij de hangar op de Johan Adolf Pengel luchthaven. In aanwezigheid van president Santokki, transportminister Yubitana en andere genodigden en na het uitbrengen van een toast werd het vliegtuig met de naam Pride of Suriname officieel in gebruik genomen. De genodigden kregen daarbij een rondleiding door het vliegtuig van waarnemend directeur Stephen Gunnish. De samenleving heeft nog steeds haar twijfels om te vliegen met de SLM. Dat erkent de maatschappij. Maar Gunnish garandeert dat er nu sprake is van vooruitgang binnen de SLM. Ik denk dat wij ze proberen over de streep te trekken om toch wel het vertrouwen te hebben in de SLM. We hebben, zoals ik daarnet zei, vanaf augustus beloofd. Wij zeggen wat wij doen en wij doen wat we zeggen. Dat betekent wij zullen nimmer loze beloftes maken en zaken voorhouden aan mensen, ook aan het reizend publiek niet, wat we niet kunnen waarmaken. Wat wel zo is, is dat wij met de ondersteuning natuurlijk van de RVC, maar ook de regering die achter ons staat, maar ook het, de reisagenten en het reizend publiek. En ik kan u zeggen, het is niet iets is geweest dat patsboom uit de lucht is komen vallen. Ik kan u zeggen dat wij een gestadige groei hebben meegemaakt vanaf augustus vorig jaar. Waarbij wij zien dat het vertrouwen zich aan het herstellen is. En zeker tegen de mensen die we nog niet zo ver hebben kunnen krijgen. Ik wil ze graag uitnodigen met de SLM te komen vliegen. Zeker onze Surinamers en onze diaspora. Gunnish maakte er melding van dat de maatschappij met haast alle buitenlandse crediteuren middels herschikkingen ruim $20 miljoen heeft kunnen besparen. Heet hangijzer is al jaren de rode cijfers waar de maatschappij maar niet uit schijnt te komen. De nieuwe leiding heeft in dat kader duidelijke opdrachten van de regering. Pride of Suriname moet helpen deze doelen te realiseren. Wij vliegen na bijkans 3 jaren, zullen wij straks weer zelf de operaties richting Amsterdam inzetten. En dat is de Pride. Kijk, dit is het grootste vliegtuig dat hier in Suriname door een Surinaams bedrijf wordt bevlogen. Ja? Daarom dat wij daar trots op zijn. Het is ook een boost voor Suriname, niet alleen maar voor de SLM. Het straalt respect uit, zo'n vliegtuig. Dat is hem, Pride of Suriname. President Santokki zegt met de inzegening van het vliegtuig groen licht te geven om door te gaan met het groeiproces van de SLM, waarbij de bezuinigingen een niet te onderschatten post moeten zijn. De opdracht blijft dat de SLM uit de rode cijfers moet. Het vliegtuig met ongeveer 270 zitplaatsen moet nog door wat formaliteiten met onder andere de IATA, alvorens het kan worden ingezet op de Mid-Atlantische route. Maar dat is slechts een kwestie van dagen, besluit waarnemend directeur Gunnish. De planning is dat er een derde vliegtuig van de SLM in juni in Suriname is.